Yo mensen, Jurgames hier, een nieuwe Bloodborne video. We hebben net Father Gaston gekillt. Ik weet niet of die er nog ligt. Misschien. Nee, dat is iemand anders. Anyway, we gaan dus nu gewoon door. En we gaan kijken wat we voor gruwelijke dingen kunnen ontdekken in het spel. Want het is echt gewoon, je komt de ziekste monsters tegen en de raarste bazen. Nou, die kunnen we dus met de sleutel van de tombe openen. Nice. Nice, nice. Maar ik wil toch nog even kijken wat hier is. Altijd alle hoekjes even uitspitten. Misschien zijn er resources, je weet het nooit. Oké. Oh, we gaan de tombe in, jongens. Spannend. Misschien moeten we wel een fakkeltje bij ons hebben dan. Hebben we meer licht. Even kijken. Nou, geen gevaar nog. Geen gevaar nog. Oké, het ziet er allemaal wel vriendelijk uit, maar... Wat zou hierin zitten? Nice. Nice. Oh, nu kunnen we die werkplaats dus waarschijnlijk gebruiken. Nice. Oké, filmpje. Gelijk een nieuwe lamp zie ik. En hier lag iemand. Hmm? Oh, you must be. Aha, very sorry. The incense must have masked your scent. Good, good. These hunts have everyone all locked up inside. Waiting for it to end. It always does. Always has, you know. But it won't end nicely. Not this time. Even some folks hiding inside are going by it. Screams of women folk. The Yharnam's done for, I tell ya. But if you spot anyone with their wits, tell them about this here Erden Chapel. They'll be safe here. The inn, spread the word. If you... I know I should, if they seem worth being told, that is. Oh, and I do sincerely hope they are. Oké, nou ja, nogmaals, er is een soort van plague, een soort virus in Yharnam. Zelfs mensen binnen worden ziek. Iedereen is heel agressief. Jij bent een hunter, een soort huntersblad. En je hoort ook vaak als je mensen killt van... je bent vervloekt, you are cursed, dat soort dingen. Dus ja, ik weet het ook niet precies... Ik weet dat het spel ook niet zo super om het verhaal draait. Toch meer om de moeilijkheidsgraad en de actie. De uitdaging die je ervan hebt. Maar het is wel gewoon wel leuk om het verhaal een beetje mee te pikken. Maar ik let er niet super erg op ofzo. Nou, daar hebben we al de eerste vijand. Een nieuwe guy. Oh, die ziet er best wel creepy uit. Vooral het gezicht. Kijk dan. Fucking vet eigenlijk. Ze hebben wel echt creatieve vijanden. Weer zo'n kutkraai. Die is wel iets sterker. Wow. Gelijk, ik dacht, ze zijn allemaal een beetje dood.
Althans, dat er nog twee leven en opeens bam, allemaal. Ja, welke weg zullen we opnemen? Zullen we de trap nemen of zullen we die weg daar nemen? Dat is wel lastig. Dus hebben we hier natuurlijk ook nog iets. Dan ga ik ook nog even kijken. Een soort van... graf. Een soort caretakers zijn het. Zoveel kanten waar je heen kan, ik weet het ook gewoon niet meer precies. Ik ga hier wel heen. Of misschien niet. Jezus. Ja, het wordt steeds erger, mensen. Oh jee. Even wel een leuk belletje om, dan kan ik hem tenminste horen aankomen. Oké, okay, fuck it. Hij is wel echt slow. En sterk. Jezus, mina. Ah, ik denk dat ik hem toch beter voor... had kunnen laten zijn voor het is. Oké, okay, fuck dit. Ah, we hebben hem al bijna. Nice. Nou, nou, drie bloedbuisjes. Doe maar hoor. Jezus man, je hebt overal weer epic monstertjes. Ik heb geen flauw idee waar ik nou heen moet. Ik ga hier eens kijken, misschien kunnen we dit openmaken. Alleen een speciaal embleem kan de hoofdpoort openen. Oké, dan moeten we daar dus pas later heen. Dan gaan we gewoon hierheen. Even kijken wat dat is. Ziet eruit als een mummie-achtig beest. Of een weerwolf. Dat zijn er twee, kut. Ja, je wilt er één lokken, dan krijg je er weer twee. We skippen het even, oh, kraaien. Oh, ook weer allemaal. Jezus. Voordeel is, hij is slow. En we waren bijna dood. Ja, de vijanden zijn wel een stuk... ja, harder geworden. Eens kijken wat hier allemaal te vinden valt. Het lijkt al meer op een tombe. Dit is
is een tom. Ik heb het idee dat dit een val is. Ik weet niet waarom. Het idee dat ik dus... Ja, ik heb een trofee gekregen. Nog steeds het idee dat dit een val is. Nee, toch geen val. Gelukkig. Met dat bloedkristal kan je natuurlijk ook weer wat in je werkbankje doen. Weer even terug. Voor de veiligheid. Kunnen we ook weer een andere weg op. We gaan even terug naar de... Naar de basis, om het zo maar te zeggen. De veilige plek. Met wier ook en al. En is dit ook gelijk het eind van de video. En dan ga ik zelf even een beetje op onderzoek uit. En dan voor je het weet zijn we weer bij een nieuwe coole boss. Of nieuwe coole enemies. Als je dit een leuke video vond, doe dan even een blauw duimpje omhoog. En vergeet vooral niet te abonneren. En ik check jullie later.